Het is een zwarte dag voor Os, voor de regio. De verslagenheid in Os is groot. Begin volgend jaar al begint de grote ontslagronde bij MSD. En dat is veel te snel, zo vindt de burgemeester. Wij vinden dat onaanvaardbaar. Meer dan hun eigen ontslag vrezen werknemers voor Os, dat duizenden banen kwijtraakt. Je krijgt hier gewoon dak, ja, weer vergelijkbaar denk ik met de crisisjaren. Wat bedoel je in Os? Ja, in Os. Ja. Heel veel werkloosheid. In Os worden de wonden dieper en dieper. Bij worstenfabriek Unox gingen onlangs ook al 100 banen verloren, net als bij een lokale kranenbouwer. En dat hakt erin bij de inwoners van Os. Op dit moment zal deze stad het heel zwaar krijgen. Als hier zoveel banen vrijkomen of vrijkomen weggaan, dat er zoveel mensen op straat komen te staan, ja, dan gaat het er hier slecht uitzien voor Os. Om een deel van de werkgelegenheid te behouden, werkt MSD aan een campus voor startende bedrijven. Dat is in navolging wat er gebeurd is bij Philips en bij DSM, waarbij je je faciliteiten beschikbaar stelt voor nieuwe, innovatieve initiatieven, waar hopelijk een aantal mensen gebruik van kunnen maken in kleine start-ups. Wat per saldo natuurlijk belangrijk is in dit bedrijf, worden dingen aan elkaar verbonden. Hier wordt geresearched, maar hier wordt ook een product ontwikkeld, getest en uiteindelijk gemaakt. Daar verdien je boterham mee. En alleen maar kennis ergens in een centrum hebben, is natuurlijk leuk, maar die moet ergens een keer zijn weg vinden. En dat zal niet in dit bedrijf zijn. Dus dat is geen oplossing? Dat is geen oplossing. Dat is in onze ogen niet meer dan een doekje voor het bloeden. En zo denken veel werknemers er ook over. Zij verwachten dat hun rol in Os is uitgespeeld. Kunt u hetzelfde werk blijven doen? Nee, denk het niet. Ik denk dat ik iets anders ga doen. Dat was ik ook al van plan. Ik hoop dat ik een leuke afkooppremie meekrijg, dat ik nog een paar jaar vooruit kan. En ik zal weer opnieuw werk moeten gaan zoeken. Ik ben gestopt met werk en ik voor mezelf zie ik het wel goed zitten. Gelukkig gestopt met werken, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, gelukkig gestopt met werken, ja.